heel lang geleden, toen Willeke van Almelooi nog een stuk was. Daar staat er trouwens niet eens. Daar staat toen Willeke van Almelooi nog een stuk jonger was. Want ik zag jullie al denken, dan moet het wel heel hard. Dit is de Ton Prater uit Raamsdonk Sfeer tijdens een van de voorrondes van het Keienbijters Kletstoernooi. Gisteravond was Marcelissen zijn concurrenten Rob Schepers uit Sterksel, Ad Vermeulen uit Kaam en Hans Keres uit Knechtsel in de Grand Finale te sterk af. Na alle optredens en lang juryberaad mocht sprookjesverteller Marcelissen uiteindelijk de zilveren narrenkap mee naar huis nemen. Andy Marcelissen! Ja, ik ben heel blij. Ik kan even niet op mijn woorden komen. Maar ik ben super blij mee. Ik ben blij dat je weer naar het Sfeer gehad. Dat je weer in West-Brabant staat, Ad, toch? Oké, keileuk.